Wat een leuk idee dit, die Highland Games. Heel leuk, hè? Ja. Ja, dat vind ik zelf ook. Ja, maar hoe is dat eigenlijk zo, hoe hebben jullie dit bedacht? Dat is aan de aanleiding van vorig jaar, dat van de jongeren van de Tweede Wereldoorlog. En dat we van het jaar weer wat anders doen. Dus er is een plan bedacht van de Highland Games. Dat is uitgewerkt en dat is nu dit geworden. Ja, want ja, nou, vanmorgen is het dus voor de jeugd. En vanmiddag gaan... Het onderwijs en jongeren, ouderen, dat 100 jaar mag wel, hoor. Nee, maar het is hartstikke leuk om te zien en ook om mee te doen. Ja, ik vind het ook een hele uitdaging. Ik vind het mooi om te doen. En dat het kan, hè, dat je kan bedenvaart. Is het leuk om te doen? Ja, zeker. Ja. Heb je al meerdere spelletjes gespeeld hier dan? Ja, dat parcours en dit. Good morning. Good morning. Can I speak Hollandisch to you? But my English is very bad. Of course, ja. Yeah. You can speak Dutch. Ja. Stel een weer erbij, heerlijk zonnetje. We zijn leuke activiteiten aan het doen met kids. En verschillende Highland activiteiten en gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar Highland activiteiten, is dat Schots? Ja, het komt van oorsprong uit Schotland. Het is een variant van de oude clanspelen die eerder gedaan werden. Die zijn op een gegeven moment verboden door de Engelsen. En toen Schotland weer onafhankelijk werd, toen zijn al die clans de Highland Games weer gaan uitvoeren. Ja, goed, en je merkt gewoon dat die ambiance daar al heel leuk is. En dat nu ook in verschillende andere landen, onder andere hier ook in Dedemsvaart, bij de Cote Meer gedaan wordt. Hartstikke leuk toch? Maar vind je het leuk hier, de spelletjes? Ja. Ja. Wat voor spelletjes heb je allemaal al gedaan? Hè? Alles. Welke games heb je allemaal al gedaan? Allemaal. Welke was het moeilijkst? Die met die hooivork daar. Ja, die was lastig? Ja. Want ze doen allerlei spelen, doen ze. Wat doen ze allemaal? Wat komen ze hier allemaal tegen? Nou, het zijn eigenlijk een paar onderdelen. We staan hier zo op het moment staan bij de tossing en throwing, zoals dat heet. Dat betekent, je gooit met dingen, je werpt met dingen. Nou, op het moment, zoals je ziet, zijn ze met de hooivork aan het gooien. Ze hebben net al hamer gegooid en zullen zometeen ook een kebertas gaan doen. Nou, dat zijn de grote palen die u hier voor u ziet liggen. En die moeten straks ook geworpen worden. Nou, dat is een bepaald onderdeel. Verderop op het strand zijn ze de sheaftas aan het doen. Nou, als u dat ziet, de zak met hooi, dat moet over het touw, over de balk geworpen worden. En die balk die wordt steeds hoger gesteld om het natuurlijk steeds moeilijker te maken. Er wordt touw getrokken, er wordt pijl en boog geschoten, er wordt een Highland Cross, een estafette wordt er gedaan. Ja, gewoon verschillende onderdelen, voor ieder wat leuks bij. Ja, maar dit wordt in Schotland nog echt ook gewoon toegepast? Er zijn nog steeds echt de officiële Schotse spelen, waarbij de clans van oudsher nog steeds bij elkaar samenkomen, uitgedost in de verschillende kledingstijlen. Nou, wij zijn daar een klein beetje op aangepast. Ja, maar jullie zien er goed uit. Ja, mooi, dank u wel. We doen ons best. En daar worden ook nog steeds deze spelen, ook nog steeds jaarlijks gedaan natuurlijk. Iets groter en allemaal wat uitgebreider. Kijk, wat wij hier zo doen, dat proberen wij de sfeer een beetje over te nemen en neer te zetten. Ja. Nou, jij bent in blauw-wit, is dat een bepaalde betekenis? Natuurlijk, de kleur van de Schotse vlag. Ik had het kunnen weten. Ik had me toch beter moeten voorbereiden. Ja, geeft niks. Eén ding weet ik wel. Na afloop wordt er altijd whisky gedronken, of niet? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Veel plezier. Ja, bedankt. Jullie ook. Doeg.